Michi, vroeg in de wedstrijd moet je er ineens in. Wat denk je dan? Ja, ik kom erin. De trainer zei ook tegen mij dat ik vandaag de winnende goal ging maken. En is wat ook gebeurd vandaag. En ik scoorde de winnende goal. En ja, het voelt goed. Zeker als we weten dat de laatste thuiswedstrijd was. En, een mooie afsluiting van een moeilijk seizoen, zou ik zeggen. Ja, hoe lekker is dat om dat eindelijk weer een keer in thuiswedstrijd te winnen? Ja, het was lang geleden. Ik denk sinds 2021. Dus het voelde wel goed voor ons publiek om een laatste keer een moeilijk seizoen te kunnen afsluiten met een winning. Weten jullie dat in de groep dan ook, dat het al zo lang geleden is dat jullie... Ja, we hadden het gehoord van de trainer in de afspraak van deze ochtend. En, het was geen goed seizoen, zou ik zeggen, voor ons. En zeker met zo'n mooi publiek, om moeilijk hier te kunnen winnen. Maar is wat we gedaan kunnen hebben, dus het voelt wel goed. Wat vond je van de sfeer vanavond? Een mooie sfeer. Ik denk de beste sfeer van het seizoen. Doordat het de laatste wedstrijd is. En we kunnen het seizoen gewoon mooi afsluiten. En zien we jou volgend jaar hier nog terug? Helaas niet. Ik moet terug naar Luik. Maar het was wel voor mij een mooi seizoen. Zeker met het publiek, met de spelers, met de staf. En, we gaan volgende week proberen om het seizoen gewoon mooi af te sluiten. Ja, het gaat vast lukken. Ik hoop het wel. Tegen Topos, daar gaan we om de 3 punten te halen. En zien wat er kan gebeuren. Ja, bedankt voor je tijd. Ga ervan genieten. Alsjeblieft. Dankjewel.